allemaal, wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag weer een nieuw schooldagboek voor jullie. Ik ben vandaag al naar school geweest. Ik zal jullie even mijn rooster laten zien van deze week. Vandaag had ik deze vakken. Ja, best wel op zich een redelijk lange dag voor mij. Morgen, ik moet even zelf even meekijken, heb ik alleen deze twee bovenste vakken, want dit is tentamenspreking en dat heb ik gehaald. Maar na dat vak ga ik even naar een docent toe, dat zal ik zo even vertellen. Woensdag heb ik alleen dit, dus ben ik heel vroeg uit, maar ik blijf daarna wel op school denk ik. En donderdag heb ik dus van 5 uur tot 10 voor 6 dat SOS Engels, dat, die Engels dus die ik niet gehaald heb. Dus dat is echt vet kut. Maar ja, ik moet daarheen, want ik wil met die Engelsen halen. Morgen ga ik even naar de docent. Omdat ik mijn vaardigheden-toets niet heb gehaald. Dat heb je kunnen weten, horen in mijn vorige schooldagboek. Om even te bespreken wat ik fout heb gedaan. Dus dan gaat ze me even helpen. Dus dat is top. In deze video gaan we... Ik moet over 2 weken zijn mijn deadlines. Dus we gaan weer naar de deadlines werken. Nu ga ik even niks aan school doen. Morgen naar school. Dus dan... vertel ik weer verder over mijn schoolleven. Oké, het is vandaag woensdag. Ja. En op dit moment heb ik een soort van weekend. Ik moet morgen nog voor 50 minuten naar Engels les. En voor de rest heb ik weekend om 12 uur vandaag. Nou, kort over 11 eigenlijk, want toen ging ik naar huis. Ik zal even bijpraten. In het vorige schoolboek heb ik heel veel over onderzoek gepraat. Maar eigenlijk niks over digitale media. Concept en creatie. Dat is één vak. Het is een hele lange naam. Ik heb eigenlijk niks uitgelegd over wat ik daarvoor moet doen. Omdat ik daar eigenlijk niks toen voor heb gedaan. Omdat het allemaal een beetje onduidelijk is. Ik zal dat nu heel veel snel proberen uit te leggen. Niet dat ik weer 5 minuten aan het lullen ben. We krijgen screenshots hebben we gekregen van 456inkt.nl. Normaal is het 123 inkt, maar dit is een verzonnen website, zeg maar. Daar hebben we screenshots van gekregen. Van allemaal delen van de website van hun, die ze dus zelf schon hebben. En nu moeten wij, door middel van de theorielessen die we hebben gekregen, per marketing funnel, dus dat is iets van boeien, beslissen, betalen, binden. Het zijn er 6 volgens mij. Per dingetje, dus per boeien, moeten we dus een advies gaan schrijven voor hun. Met de theorie die we gekregen hebben in de theorielessen. Ik weet niet precies hoeveel dat is. Iets van 6 A4'tjes denk ik of zo. Daarna moet je met dat advies dus die site gaan zelf weer opnieuw ontwerpen in Adobe XD. In Adobe XD maak je prototypes. Dus je maakt niet werkelijk een website. Maar gewoon, ja, je geeft hem zeg maar vorm. Maar het is geen echte website, zeg maar. Het is gewoon hoe die eruit ziet en hoe... je kan wel klikbaar dingen maken en zo. Dus dat als je op een linkje drukt dat hij daarheen gaat. Maar het is niet werkelijk echt een website. Maar dat zal ik als ik het klaar heb wel laten zien. Dan wordt het wel duidelijker. Dus dat is wat we daarvoor moeten doen. Het is best wel veel. Het lijkt nu wat ik vertel eigenlijk niet zo. Ik denk misschien vergeet ik alvast wel wat. Maar het is best wel veel werk. En dat prototype in Adobe XD moet je dus verschillende pagina's in maken. Want die telt volgens mij voor 60% mee. En dat adviesportfolio voor 40%, dacht ik. Dus dat is wat we daarvoor moeten doen. Met onderzoek zijn we ook al een heel eind op weg. Als je niet weet wat ik daarvoor moet doen, moet je even vorige schooldagboek kijken. Dan wordt het wat duidelijker. We hebben nu dus de enquêtes afgenomen. En daar alle resultaten van in ons verslag gezet. Dat is dus iets wat we met het groepje doen. En nu moeten we co-creatie gaan doen. Met een nieuwe prototypes die we gemaakt hebben door middel van de enquêtes uitslagen. Dus uitslagen van de enquêtes. En dan moet je co-creatie doen. Dan moet je 2 mensen in de doelgroep, moet je met z'n 3 gaan zitten. En eigenlijk een beetje gaan discussiëren over wat ze van de prototypes vinden. En wat ze graag zien op hun website en zo. Zodat je dus ja, meer een beetje de waarom vraag. Want met een enquête is het heel erg van vind je dit mooi, ja of nee. En met co-creatie kan je het dan ook echt hebben van waarom vind je dat, zeg maar. Op die manier. Dus dat is eigenlijk wat we deze week moeten doen. En dan moet je dat uittypen, dat hele gesprek. En daar weer een conclusie uittrekken. Dus dat is eigenlijk een beetje de bedoeling. Ik heb weer lekker mijn kaarsjes aangestoken. Zoals jullie kunnen zien, even een kopje thee. Ik ga nu eventjes voor dat verslag van concept en creatie. Moeten we ook van het online marketingboek
twee hoofdstukken doen. Dus die ga ik eventjes opnieuw samenvatten, zodat ik daar weer helemaal bij opgefrist ben. En dat weer kan gebruiken voor mijn advies. Want dat wil ik dus vandaag die samenvatting af hebben. En dan morgen beginnen met mijn advies schrijven. Dus dat. Dat is eigenlijk een beetje hoe het er nu voor staat met mij. Oh my god, het is vandaag vrijdag. Wow, ik lijk echt oranje of zo. Het is vandaag vrijdag. En ik was vandaag vrij van school. Ik ben even kwijt dat ik voor het laatst heb gefilmd. Maar ik ben weer in mijn vaders lood. Ik ben helemaal vergeten te filmen voor mijn schooldagboek. Ik heb hier 2,5 uur gezeten of zo. En ik heb eventjes de puntje op die ingezet van mijn onderzoeksverslag. Want... eigenlijk mijn onderzoek van het eerste deel had ik nog niet helemaal afgemaakt. Dus dat heb ik nu allemaal netjes ook met bronvermeldingen zo gedaan. En gewoon allemaal dingetjes wat ingevuld. Gewoon even zeg maar dat ik nu weer helemaal bij ben. Voordat ik maandag weer naar school ga. Maar ik moet wel eigenlijk mijn co-creatie doen voor maandag. Maar ik weet niet of dat gaat lukken. Ik ga er niet echt mijn best voor doen ofzo. Want, ja, I don't know. Dus dat heb ik eigenlijk nu gedaan. Nu ga ik lekker naar huis. Ik zou eigenlijk aan mijn advies gaan beginnen om dat te gaan schrijven. Maar ik weet niet, ik blijf gaan uitstellen. Ik vind dat zo'n kut opdracht. Maar ja, ik moet daar echt aan gaan beginnen, want ik heb nog maar een week. Oh my god. Ik ga dan weer lekker naar huis. En ik zie jullie wel weer als ik wat aan school ga doen. Oké, het is vandaag alweer dinsdag. Ja, het is dinsdag en... gisteren moest ik eigenlijk naar school voor een uur of 100 minuten. Ik had onderzoek, maar zoals ik al zei, ik had mijn co-creatie niet gedaan. En ik stond voor het station en ik dacht, waarom ga ik hierheen? Ik moet nog zoveel doen. Dus ben ik weer terug naar huis gegaan. Dus gisteren heb ik even niets gefilmd voor het schooldagboek. Maar ik ben gisteren begonnen aan mijn advies. Ik heb screenshots heb ik uitgeprint, zodat het gewoon even goed kan bekijken. Niet op mijn laptop hoeven te kijken. Ik vind het gewoon fijn om iets echt vast te kunnen houden. Echt even op kunnen schrijven en zo. Dus die heb ik uitgeprint. En ook heb ik alvast berekening gemaakt, want die moeten we ook doen. Dus die heb ik er alvast ingezet. En bij die screenshots heb ik opgeschreven, als jullie wat horen, dat ze pas misschien, heb ik opgeschreven wat me opviel, wat ik negatief vond aan die website. Dus dat heb ik nu gedaan. Ik ga nu beginnen met de adviezen schrijven. Daar heb ik echt geen zin in, maar dat moet gebeuren, want ik heb echt stress. Dus dinsdag moet ik maandag inleveren en er moet nog heel veel gebeuren. Dus ik ga daar nu mee aan de gang. En ja, ik hoop dat ik vandaag een eindje op weg kom. Het is op dit moment 1:30 en ik dacht, ik ga even een update geven. Ik zal even laten zien wat ik tot nu toe allemaal heb gedaan. Kijk, ik heb deze gemaakt. Je moet dus visueel weergeven. Dus ik heb het zo gedaan. En dan staat hieronder per stap hoe ik het berekend heb en wat er fout gaat, zeg maar, bij die stap. Dan, waar is mijn muis aan hier? Is dit... de opdracht voor wat je bij actieplan moet doen. Ik heb bezoeken wel deels gedaan, maar die vind ik heel moeilijk. Dus die heb ik nog een beetje opengelaten. Boeien, die gaat dus vanaf hier. Die heb ik echt mega groot. Ik moet nog even een doelstelling bij maken. En nu ben ik bij beslissen. Dus ik ben op zich niet heel ver, maar
ik begrijp nu wel een beetje wat ik moet doen. Dus het gaat de goede kant op. Ik merk wel dat ik weer heel erg last van mijn ogen heb. Ik moet echt even naar brillenwinkel. ik heb natuurlijk even op internet gezocht. En het is dus als je langer dan 2 uur achter een laptop zit, zeg maar, per dag. Dat je daar best wel last van kan krijgen. En ik heb daar nu echt heel veel last van. Dat gewoon echt, ik wil ze gewoon dicht houden. Dus dat is wel een beetje kut. Maar ja, dan moet ik gewoon even snel achteraan gaan. Oké, even tussendoor. Ik heb dit wel in mijn weekvlog verteld. Maar nog niet echt in deze video. In deze video zeg ik het aantal al keer dat ik last van mijn ogen heb. Ik denk dat ik een computerbril nodig heb. Aangezien ik voor mijn studie heel veel op mijn laptop zit. Waardoor ik dus eigenlijk heel veel tijd van de dag naar een computerscherm kijk. En ik merk dat ik gewoon heel erg last van mijn ogen daardoor krijg. En dat ga ik eventjes laten testen binnenkort. Dus als ik zeg dat ik last van mijn ogen heb, dan komt dat daardoor. Nu ga ik nog eventjes lekker verder. Het is 2:30. En ik heb nog genoeg te doen. Jee. Het is vandaag zaterdag. En ik zit hier al ongeveer 2 uur lekker aan school te werken. Het is nu 11:15. En ik kan zeggen dat ik het eerste deel van digitale media, concept en creatie af heb. Maar er moet nog heel veel gebeuren hoor. Kijk. Ik heb nu, dit is de inhoudsopgave, heb ik, dit is moeilijk, dit gedeelte af. Dit moet ik nog doen. Kijk, en zo, dat is dit allemaal. Zoveel. Eigenlijk heb ik dit te veel, want ik mag maar 6 pagina's. En ik heb er nu 6,5. Maar hè, ik heb zoiets van, waarom moet je dan relevante informatie weghalen vanwege het aantal pagina's? Dus ik hou het gewoon lekker zo. En, oh ja, en dan heb ik dit, heb ik nu vandaag allemaal nog al gedaan. Dat mag maar op 2 pagina's. Dus nu is het de bedoeling dat ik mijn prototypes ga maken. Dus dan moet ik, zoals deze homepagina, moet ik helemaal opnieuw gaan vormgeven zoals ik denk dat het goed is. Dat moet in Adobe XD, daar heb ik nog nooit mee gewerkt. Dus daar moet ik nog even aan wennen, maar het schijnt wel heel makkelijk te zijn. Dus nu ga ik daaraan beginnen en dat moet vandaag af. Dus, ik heb wel hoop. We gaan het gewoon proberen. Dus, we gaan weer aan de gang. Oké, het is op dit moment zondagavond, 9:05. Ik heb zojuist allebei mijn vakken ingeleverd en ik ben zo blij. Ik ben echt intens moe van dit afgelopen weekend dat ik alleen maar aan school heb gezeten. Ik ben wel heel blij dat het nu klaar is. En ik vond eerlijk gezegd ook een hele leuke opdracht. Ik zie er echt niet uit hoor, maar alleen had ik er gewoon iets eerder aan moeten beginnen. Maar ik vond het op zich wel leuk om te doen, dus dan is het ook niet heel erg. Maar ik ben wel nu blij dat het ingeleverd is. Ik zal jullie van de week nog even alles laten zien hoe het uiteindelijk is geworden, want ik wil nu echt op de bank liggen. Dus jullie zien me van de week nog eventjes. Oké, het is op dit moment maandagochtend en ik zal jullie nog eventjes laten zien wat ik heb gemaakt. We kregen die screenshots die ik al eerder in deze video heb laten zien. Wat jullie horen is trouwens de vaatwasser. En die moest ik helemaal opnieuw vormgeven en daar ook een verantwoording mee maken. Nou, dan is dit mijn homepagina. Wacht, ik laat het wel even zo zien. Oh, grapje. Dit is de homepagina. Dan kan je zo scrollen. Enig. Ik heb dit helemaal zelf gemaakt, hè. Ik krijg alleen een wit plaatje. Dan is dit mijn categorieënpagina. En het is ook klikbaar, hè. Kijk. Nou, dit is scrollbaar, zeg maar. En dan als ik hierop druk, alle printers. Pioom, dan gaan we naar alle printers. Superleuk. Dit zijn alle printers. Dan druk ik hierop. Pioom, en dan gaan we naar deze pagina. Dit is dus deze pagina. Dan gaan we dit winkelmandje plaatsen. Oh nee, die heb ik niet klikbaar gemaakt. Dan gaan we naar de winkelmand. Pioom.
Er zit mijn winkelmandje. Deze zit in het winkelmandje. En dan... Ja, dat is dat. En dan kan ik ook nog hier op klantservice drukken. En dan krijg ik klantservice pagina. En ook vanaf elke pagina kan je, als je hier op de, het logo drukt, weer naar de homepagina gaan. En daar heb ik dus ook een mega verslag bij geschreven. Met verantwoordingen. Ik moest feedback krijgen van mensen. Ik heb mijn ouders gevraagd en Ilona. En die geeft een feedback. Dat moet ik dan allemaal weer verwerken. Dus dat is wat ik gedaan heb voor de vak. Onderzoek heb ik ook ingeleverd. Dat had ik in principe al klaar. Dus hoefde ik gisteren niks meer aan te doen. Dus ja, ik ben heel erg blij met het resultaat. En nu is het afwachten op de cijfers. Ik ben heel benieuwd. Dus dat was deze sprint. Hartstikke bedankt voor het kijken. Als je het een leuke video vond, doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer hieronder op mijn kanaal als je het leuk vindt. En dan zie ik je heel graag weer bij de volgende video. Doei doei!